Goedenavond allemaal, leuk dat jullie er weer bij zijn. Mijn naam is Tamara de Weijer, huisarts. Misschien ben je wel voor het eerst hier, misschien ben je al veel vaker bij de online nascholingen geweest, bij de webinars. Vanavond is mijn gast Karin Koning en wij gaan het hebben over het microbioom. Wat kan je zelf nou doen? Wat is het eigenlijk en waarom is darmgezondheid zo belangrijk? Wat kan je nou zelf doen om dat te verbeteren? We gaan het uitgebreid hebben over voeding. We gaan het uitgebreid hebben over probiotica. Wat is het precies? En ja, is dat nou wel of niet zinvol? Kijk, ik zie dat er de meeste mensen zijn nu al wel binnen. Goedenavond. Laat eventjes weten of, ja, hoor en versta je mij goed? Misschien kan jij ook nog even kort wat zeggen, Karen. Hallo, goedenavond allemaal. Wat leuk. Gezellig. Ja, voor deel 2, hè? Want je was deel 2, ja. In november was jij er ook al. En dat beviel eigenlijk zo goed. De mensen waren zo enthousiast dat we dachten, ja, dit moeten we eigenlijk gewoon nog een keer doen. Ja, prima, prima, prima te verstaan, zie ik allemaal. Ik heb de meldingen op privé staan, dus wij zien alles wat daar binnenkomt. Ik zie dat zelf. Nou, jij bent met name natuurlijk aan het woord, Karen. En mijn collega Marieke, onze diëtist, zit op de achtergrond aanwezig. Maar in verband met de privacy hebben we dus, doen we alleen maar goed te verstaan, goed te zien. Nou, fantastisch. In bijvoorbeeld de privacy zien wij dus alleen. Dus je kan, nou, stel je vraag, ook al is Karen straks aan het woord, stel je vraag. Het kan zijn dat er echt brandende vragen zijn die tussendoor. En anders doen we het even naar jouw verhaal. Je verhaal is een beetje zo tegen een half uur begrepen, kijk Karen. Ja, dat klopt. Maar als er dringende vragen zijn, mag je mij zeker onderbreken. Ga ik jou onderbreken. Superleuk. Jullie krijgen na afloop krijgen jullie de opnames weer toegestuurd, zoals je van ons gewend bent. Nou, dat is wel heel erg leuk. Jullie krijgen ook het aanbod voor 100% geld terug garantie op het leefstijlprogramma. Dus we hebben het online leefstijlprogramma. Bestaat nu bijna 2 jaar. Bijna 6.000 mensen hebben daaraan meegedaan. Ontzettend veel al inmiddels. Nou, wat het leuke is, ik ben er zelf wel heel trots op, is als je het online leefstijlprogramma bestelt, krijg je een box. En ja, wat je dan onder andere krijgt, is 1 van deze 2 boeken. Dus ofwel mijn Eet Beter in 28 dagen, ofwel het Eet Beter voor je maag en darmen. Wat natuurlijk top is als je last hebt van je maag of je darmen. Maar na vanavond zal iedereen weten, ja, of je er wel of niet last hebt, dan heb je darmen, zijn een ongelooflijk belangrijke bron van onze gezondheid. En Hippocrates, die zei het al, de grondlegger van de westerse geneeskunde. Alle ziekten ontstaan in de darmen. Dus nou ja, Karen gaat daar uitgebreid met ons over in gesprek, waarom het zo belangrijk is om die darmen zo gezond mogelijk te houden. Nog even een technische vraag, of technisch ding eigenlijk, hè, huishoudelijk. Stel nu dat hij vastloopt qua beeld of qua geluid. Er zit een knop opnieuw verbinden. Druk daar eerst op. 9 van de 10 keer is het dan al opgelost. Is dat nou niet zo? Stel je vraag in de chat. Hè, zeg even wat er mis is. En dan gaan wij ook achter de schermen gaan wij meekijken. Nou, volgens mij, ik spiek nog eventjes. Ja, nee, er zijn al een heleboel mensen, zijn er al, superleuk. Dus volgens mij, Karen, moeten we gewoon van start gaan. Kan jij zelf bij de slides of zal ik ze even voor jou openen? Ik heb ze, ja, als je ze wil openen, heel fijn. Dan kan ik ze denk ik zelf doorklikken. Ja, oh, heel grappig trouwens. Normaal gesproken, voor de mensen die er vaak bij zijn, ik heb bijna nooit een bril op. Echt, ik heb bijna altijd mijn lenzen in. Maar ik had vandaag de hele dag had ik al lekker mijn bril op. Maar we waren natuurlijk nu even het voorbereid. Ik zei, zeg, je hebt ook je bril op. Dus we hadden vandaag allebei een brildag. Lekker een brildag. Lens is lekker, mijn bril is soms nog net even wat lekkerder. Dus als brildragers zijn, superleuk. Gewoon, doe dat vaker, want het kan natuurlijk prima en het staat hartstikke goed. Nou, wij gaan van start. Nou, veel plezier, Karen. Ja, dankjewel. Dankjewel, Tamara. Goedenavond allemaal, wat leuk. Ik vind het heel erg leuk om dit wederom te kunnen doen voor jullie allemaal. Misschien hebben een aantal van jullie mijn eerdere lezing al gevolgd en een aantal van jullie nog niet. En vandaag ga ik jullie een beetje meenemen in darmgezondheid. En dan ga ik me vooral richten op de mogelijkheden of onmogelijkheden ook. Maar vooral de mogelijkheden van voeding en probiotica. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is dus Karin Koning. Ik heb een achtergrond in gezondheidswetenschappen. Ik ben gepromoveerd binnen de maag-darm-leverziekte en in medische microbiologie in Maastricht. Heb ik onderzoek ook gedaan naar die darmen en die microbiota die daarin zit. En ik werk nu bij een bedrijf dat probiotica maakt.
Nou, dat is eigenlijk denk ik wel genoeg over mij. Laten we beginnen met een mooie onderwerp. En dat is eigenlijk dat onze wereld, en daarom vind ik dit plaatje zo leuk, dat onze wereld vol met micro-organismen zit. En eigenlijk overal wat je aanraakt, of het nou de toiletbril is, nou, daar weten we het eigenlijk allemaal wel van. Maar ook bijvoorbeeld de bodem of de lucht die je inademt, maar zelfs in ijs en in lava, daar zitten micro-organismen. Dus onze hele wereld is bezaaid met micro-organismen. En daar kun je misschien een beetje eng idee vinden, maar dat hoeft helemaal niet. Want die micro-organismen zijn eigenlijk heel erg gezond voor ons. En de micro-organismen die op en in ons lichaam leven, die noemen we de microbiota. Dus dat hebben de wetenschappers bepaald, dat noemen we de microbiota. En dat zijn vooral bacteriën. Maar het zijn niet alleen bacteriën, het zijn ook schimmels en virussen en parasieten bijvoorbeeld, die horen daar ook bij. En vanavond zal ik me vooral gaan richten op bacteriën. Maar het is wel belangrijk, denk ik, om te weten dat het dus niet alleen bacteriën zijn. Nou, zoals ik al zei, de microbiota die bevindt zich in en op ons lichaam. En wat is dan het verschil tussen de microbiota en de darmflora? Nou, de darmflora is eigenlijk de term die we eerder gebruikten voor de bacteriën die in ons maag-darmkanaal zitten. En dat werd eerst darmflora genoemd, maar dat vonden de wetenschappers niet zo'n goede term, want flora en fauna zijn planten en dieren. En bacteriën horen niet tot de planten en de dieren. Dus toen hebben ze microbiota bedacht als term. En dus de darmmicrobiota richt zich eigenlijk op de bacteriën en andere micro-organismen die zich in ons maag-darmkanaal bevinden. En het microbioom of de microbiota, dat zijn eigenlijk alle bacteriën die in en op ons lichaam zitten. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld bacteriën op je huid, maar bijvoorbeeld ook in je neus, in je navel, in je vagina. Ook daar zitten allemaal bacteriën. In je longen bijvoorbeeld, overal eigenlijk waar wij in verbinding staan met die buitenwereld. Daar zitten bacteriën die een belangrijke rol spelen. Nou, zo hier zie je wat namen staan. Ik zou ze zeker niet allemaal gaan onthouden, want ze hebben best wel onuitspreekbare namen. Maar zoals je duidelijk kunt zien, heeft elk deel van het lichaam zijn eigen samenstelling van bacteriën. En dat heeft natuurlijk te maken met de omstandigheden. We kunnen ons voorstellen dat in de dikke darm de omstandigheden anders zijn dan bijvoorbeeld op de huid. En daarom zullen er ook op de huid andere bacteriën zitten dan bijvoorbeeld in de dikke darm. Nou, inmiddels weten we dat die bacteriën er niet alleen zitten, maar dat die bacteriën een ontzettend belangrijke rol spelen voor onze gezondheid. En ik vind dit zelf wel een mooi plaatje. Ik kon helaas geen Nederlandse versie vinden. Maar dat laat eigenlijk zien, dit plaatje zegt, nou, je hebt eigenlijk je organen. Hè, die kun je in theorie zien. Hè, moet je ons wel opensnijden, maar je kan ze zien. Hè, zoals het hart en je longen en je darmen. En dan heb je eigenlijk onzichtbare microbiome of de microbiota. En samen maken die een compleet mens. En dat is denk ik heel erg belangrijk om ons te realiseren. Misschien vinden we het een gek idee, hè, dat we bezaaid zijn met micro-organismen. Maar dat is in de loop van de evolutie zijn wij een hele belangrijke samenwerking met die micro-organismen, met die bacteriën aangegaan. En doen ze heel erg belangrijk werk voor ons. En dat zie je ook in het rechterdeel van het plaatje. Ook hier zou ik zeker niet allemaal gaan onthouden. Maar dit plaatje laat zien wat die bacteriën niet allemaal al doen voor ons. He, zij zijn heel erg belangrijk bijvoorbeeld voor de afbraak van bepaalde voedingsmiddelen die wij zelf niet kunnen afbreken, die wij dus zelf niet kunnen verteren. En dat kunnen bacteriën wel voor ons doen. Ze maken bijvoorbeeld bepaalde vitamine voor ons, hè, vitamine K of vitamine B. Ze zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van ons immuunsysteem. Dus voor een goede weerstand, voor een goede ontwikkeling van onze weerstand, hebben we die bacteriën ook nodig. Nou, zijn ze belangrijk bijvoorbeeld voor onze vetopslag. Ze zijn belangrijk bij de afbraak en de werking van medicijnen. Dus op allerlei manieren kunnen die bacteriën onze gezondheid beïnvloeden. En daar hebben we eigenlijk de laatste jaren steeds meer over geleerd. Nou, en omdat die bacteriën ons zo kunnen beïnvloeden, zien we ook eigenlijk, hebben we de laatste 10 tot 15 jaar met name heel duidelijk gezien, dat microbioom of die microbiota, dat die erg belangrijk is bij ziekte en gezondheid. En we zien eigenlijk dat als er een verstoring van die microbiota is, dat kan leiden tot allerlei aandoeningen. En de laatste jaren hebben we geleerd dat het microbioom een belangrijke rol speelt bij tal van aandoeningen. En sommige aandoeningen vinden we misschien logisch, hè, zoals bijvoorbeeld het prikkelbare darmsyndroom of ontstekingsziekte van de darm. Maar tegenwoordig zien we dat een heel wijd beeld van aandoeningen, dat het microbioom daar een rol bij speelt. En denk bijvoorbeeld aan kanker, aan overgewicht, diabetes, allergie, maar ook hersengezondheid, zoals bijvoorbeeld Alzheimer. Allerlei aandoeningen, daar lijkt het microbioom een rol bij te spelen.
Belangrijk is natuurlijk wel om je te realiseren dat dit zijn, dat noemen we multifactoriële aandoeningen. Oftewel aandoeningen waarbij er meerdere dingen mis moeten gaan, waardoor de aandoening ontstaat. En het microbiome is een onderdeel daarvan. En dus het microbiome is vaak niet het enige wat zorgt dat je zo'n aandoening wel of niet krijgt. Maar we zien wel dat het microbiome een van de puzzelstukjes is die uiteindelijk zorgt dat bijvoorbeeld ik geen last heb van allergie, maar mijn man helaas wel last heeft van allergie. Nou, en hoe weten we dat nou, dat het microbioom zo belangrijk is voor onze ziekte en gezondheid? En dat weten we eigenlijk uit verschillende soorten studies. En ik dacht, ik laat jullie een aantal van die studies zien. Wat voor type studies hebben we ons nou geleerd dat het microbioom een rol speelt bij bijvoorbeeld in dit geval allergie? En dit is een hele leuke studie die ze gedaan hebben. En dan zijn ze eigenlijk gaan kijken naar de samenstelling van het microbioom. Het microbioom bestaat uit heel veel verschillende soorten bacteriën. En dan zijn ze eigenlijk gaan kijken, verschilt het microbioom van mensen met een bepaalde aandoening, in dit geval astma of astmatische klachten, nou van het microbioom bij gezonde mensen? En in dit geval zijn ze gaan kijken bij 3 maanden oude kinderen. Daar hebben ze ontlastingsmonsters van verzameld. En hebben ze gekeken naar de samenstellingen van die ontlasting. En 5 jaar later zijn ze gaan kijken, hebben deze kinderen nou astma gekregen? Dus in dit geval de blauwe kindjes, of waren die kindjes op 5-jarige leeftijd gezond? In dit geval hadden ze dus geen astmatische klachten. En toen zijn ze gaan kijken naar die ontlasting toen ze 3 maanden waren. En toen zagen ze eigenlijk al verschil in samenstelling tussen de kindertjes die dus op 5-jarige leeftijd uiteindelijk astmatisch piepen hebben gekregen, dus astma hebben gekregen, en de kinderen die daar geen last van hadden. Dus op 3 maanden oude leeftijd zagen ze dus al verschil in de samenstelling van die darmflora of de microbiota. En dit zijn van die studies die ons duidelijk laten zien dat ergens zien we dus een verschil in die samenstelling, in dit geval tussen ziekte en gezondheid. Nou, dan kun je natuurlijk afvragen, is dat dan een oorzaak of is het een gevolg? Hè? Dit microbiome, is dat nou een oorzaak of een gevolg? Nou, in dit geval, omdat je het op 3 maanden oude leeftijd al zag, denk ik dat het hier wel aangeeft dat het zeker een oorzaak is en niet een gevolg. Nou, dit zijn niet de enige studies. Om dat duidelijk te bekijken zie je ook heel veel mooie studies. En dat noemen we ook wel transplantatiestudies. En dat zijn studies waarin we willen kijken als we nou het microbioom van een ziek persoon in een gezonde persoon of in een gezond muis in dit geval. Want vaak gebruiken we daar muismodellen voor. Transplanteren. Kunnen we die ziekte dan ook transplanteren? Nou, en dit is een vrij simpele studie. En hier hebben ze de ontlasting genomen voor mensen met obstipatie. Oftewel mensen die heel moeilijk naar het toilet kunnen en die hele harde ontlasting hebben. En mensen die eigenlijk gewoon daar geen last van hebben, die gewoon 1 of 2 keer per dag gaan en een mooie zachte ontlasting hebben. En die hebben ze getransplanteerd bij dezelfde muizen. Dus de helft van die muizen heeft die ontlasting gekregen, die obstipatieontlasting. En de andere helft van de muizen heeft die gezonde, normale ontlasting gekregen. En vervolgens zijn ze gaan kijken naar de ontlasting van deze muizen. En toen zagen ze dat de muizen die de constipatie of de obstipatieontlasting hadden gekregen, dat die ook daadwerkelijk minder vaak naar het toilet gingen en een hardere ontlasting kregen. Dus een meer obstipatieachtige ontlasting. Terwijl de muizen die de gezonde ontlasting hadden gekregen, dat die ook een normale muizenontlasting hielden. En zo zie je hier dus dat als je dat microbioom dus overbrengt, in dit geval op muizen, dat je de aandoening ook kunt overbrengen. Nou, dit is een voorbeeld bij obstipatie. Maar er zijn bijvoorbeeld ook studies die laten zien dat als je het microbioom van dikke mensen naar muizen overbrengt, dat muizen dan ook dikker daarvan bijvoorbeeld kunnen worden. En er zijn ook studies die laten zien dat bijvoorbeeld je insulinegevoeligheid, dat als je afhankelijk van hoe je insulinegevoeligheid is, en dus bijvoorbeeld de ontlasting van mensen met type 2 diabetes of gezonde mensen, dat je dat dus ook kunt overbrengen, die aandoening in muizen of zelfs soms bij mensen. En dit laat dus heel duidelijk zien dat het microbioom op een of andere manier dus onze ziekte en gezondheid heel erg kan beïnvloeden. Nou, even terug naar het microbioom. Als we ons dan even op de darmflora gaan richten. Ja, hoeveel, wat is dan goed eigenlijk? En wanneer hebben we dan een goed en gezond microbioom, een goed en gezonde darmflora? En dat is een vraag die best wel lastig te beantwoorden is. En er zijn een paar jaar geleden een hele mooie studie gedaan. En hebben ze gaan kijken wat voor bacteriën, hoeveel bacteriën vinden we nu eigenlijk in en op de mens. En in deze studie, die is denk ik 2 of 3 jaar geleden gepubliceerd, zijn uiteindelijk gekomen tot 4930 verschillende soorten. Dus dat is best wel heel erg veel. En het geeft ook al een beetje aan hoe complex het is. Bacteriën die ze in en op de mensen gevonden hadden. En dat betekent niet dat wij die allemaal hebben.
Oh, ik zit even te kijken. Ja, dat betekent niet dat wij die allemaal hebben. Als wij naar onszelf gaan kijken, dan zien we in de darm in ieder geval dat het er ongeveer 250 zijn bij volwassenen. Waarvan een deeltje bij bijna iedereen aanwezig is. En dat zijn ongeveer 50. Die zijn bij bijna iedereen aanwezig. Dus 95% van de mensen die vandaag zitten kijken, die hebben die 50. En de andere, 150 tot 200 die nog over zijn, die zijn heel individueel bepaald. Dus iedereen kan uit die berg aan bacteriën die er is, heeft dus een eigen unieke samenstelling van dat microbioom. En als jij volwassen bent, dan heb je een unieke, dus persoonlijke samenstelling van bacteriën die echt heel erg uniek is voor jou als persoon. En die ook relatief stabiel is. Dus die verandert normaal niet heel veel meer. En dus als ik vandaag naar mijn microbioom zou kijken, en ik kijk volgende week ook, en ik heb geen grote stressfactoren ingebracht, dan zal dat ongeveer hetzelfde zijn. Nou, wat is dan een gezond microbioom? Het is best wel moeilijk te beantwoorden, omdat we dus allemaal een andere samenstelling hebben. En daarom kan ik niet zeggen, je hebt 8 van deze nodig, of 23 van deze, of geen van die. Dat is best een beetje lastig. Maar wat we wel hebben geleerd over de laatste jaren, is dat diversiteit heel erg belangrijk is. Ja, en wat is dat nou, diversiteit? Diversiteit is eigenlijk het hebben van heel veel verschillende soorten bacteriën. Dus mensen met veel verschillende soorten bacteriën, die hebben over het algemeen een betere gezondheid dan mensen met een lage diversiteit met minder verschillende soorten bacteriën. En we zien heel vaak als we gezonde mensen met mensen met een aandoening gaan vergelijken, dat mensen met zo'n aandoening een lagere diversiteit hebben. Of mensen die meer klachten hebben bij een aandoening, dat die ook een lagere diversiteit hebben. Dus eigenlijk moeten we onthouden dat veel verschillende soorten bacteriën, dat is goed voor onze gezondheid. Nou, ik zei het al, we hebben allemaal een uniek persoonlijk microbioom ontwikkeld dat relatief stabiel is. Maar er zijn heel veel factoren die invloed hebben op die microbiota. En dit is zijn een aantal van die factoren. Dat is bijvoorbeeld hoe je geboren bent. Heb je borstvoeding gehad of niet? Dat geeft aan hoe jouw microbioom ontwikkeld is. Voeding, daar gaan we het dadelijk op hebben. Dat is heel belangrijk. Of je veel beweegt. Mensen die veel bewegen en die wel actief zijn, die hebben een ander microbioom dan mensen die bijvoorbeeld heel veel zitten. Ziekte heeft invloed op je microbioom. Veroudering heeft ook invloed op je microbioom. Alles neemt af met de leeftijd en helaas die diversiteit van je microbiomen ook. Dus we zien dat na 65 ongeveer die diversiteit natuurlijk gewoon begint af te nemen. Nou, waar je bijvoorbeeld geboren bent, hoe je geboren bent, of je medicijnen gebruikt. Sommige medicijnen, daar weten we van dat ze heel veel invloed hebben op dat microbioom. Dus er zijn allemaal manieren waarop je dat microbioom dan wel positief, dan wel negatief kan beïnvloeden. En wat mogelijkerwijs kan leiden tot de verstoring van de microbiota. En dan uiteindelijk tot ziekte en klachten. Nou, wat kunnen wij nou doen om te zorgen dat we dat microbioom zo optimaal mogelijk houden? En voor vandaag heb ik me gericht op twee dingen. En dat is, de eerste is voeding. En de tweede is probiotica. Nou, met voeding is het eigenlijk heel makkelijk. Of als je het plat slaat, is het eigenlijk je bent wat je eet. En we zien dat voeding superveel invloed heeft op die samenstelling van dat microbioom. Dus wat jij eet heeft eigenlijk direct invloed op de samenstelling van je microbiota. En er zijn er heel veel studies gedaan over de wereld. En hebben gekeken naar verschillen tussen bijvoorbeeld mensen met een andere genetische achtergrond. En dus bijvoorbeeld Aziatische mensen ten opzichte van Europese mensen. Of mannen ten opzichte van vrouwen. En dan zien we dat dat allemaal wel verschil maakt. Maar dat een van de belangrijkste dingen daarin is wat je eet. Dus we zien verschillen tussen Aziatische mensen en mensen in West-Europa, maar dat komt voornamelijk door wat ze eten. En hier eten we nou eenmaal wat meer hamburgers, en daar eten we wat meer noedels, om het even heel plat gezegd te zeggen. En dat zien we eigenlijk ook in deze studies terug. En ik ga jullie hier even doorheen lopen, want het lijkt heel technisch, maar het valt wel mee. Maar eigenlijk zie je hier in het linkerplaatje, dan zie je dat er verschil is tussen mensen die veel koolhydraten eten, of mensen die veel vet eten, en dan met name de ongezonde vetten, en mensen die hoge, dus veel eiwitten in de voeding eten. En dan zien we afhankelijk van die type dieet, zien we ook dat de samenstelling van het microbioom verandert. Dus dat we andere bacteriën vaker vinden als mensen veel koolhydraten eten, dan als ze bijvoorbeeld veel eiwitten eten. Dat zien we heel duidelijk terug. Dus als we naar de samenstelling gaan kijken, dan zien we dat er heel duidelijk groepen te verdelen zijn afhankelijk van wat mensen eten. Nou, dat zien we ook in het rechterplaatje terug.
Het rechter plaatje vond ik ook wel een leuk plaatje. Hier hebben ze wederom naar de samenstelling van de darmflora gekeken. En hebben ze naar groepen bacteriën gekeken. Dus niet naar individuele bacteriën, maar naar groepen bacteriën. En dan kun je de buitenste ring bekijken. Dat zijn zeg maar de hoofdgroepen. En dan heb je de bacterodieten en de firmicuten, de blauwe en de rode. En dan zie je al dat er tussen de kinderen in Italië, dat er meer firmicuten zijn en minder bacterodieten. En als je naar de kindjes gaat kijken in Afrika, dat er meer bacterodieten zijn en minder firmicuten. En ook naar, als je naar andere bacteriegroepen gaat kijken, dan zie je dat de kleuren anders zijn en anders verdeeld zijn. En dat geeft eigenlijk aan dat er dus andere bacteriën in andere mate aanwezig zijn bij de kindjes in Burkina Faso dan bij de kinderen in Italië. En dat is eigenlijk direct gekoppeld aan dieet. Want we zien dat de kinderen in Italië over het algemeen meer koolhydraten eten. Of sorry, de kinderen in Burkina Faso over het algemeen meer koolhydraten eten. En dat we in Italië zien dat er relatief gezien meer eiwitten en meer vetten gegeten worden. Dus dat kun je heel erg duidelijk koppelen aan het type voeding wat die kinderen eten. En dan zie je dus duidelijk dat die samenstelling van die darmflora echt heel erg anders is. En als die samenstelling van de darmflora anders is, dan kunnen we daar ook mee gezondheid beïnvloeden. En dat zie je eigenlijk een beetje in dit plaatje. Ik heb voor vandaag besloten om jullie niet helemaal dood te gaan gooien met allerlei van dit soort studies. Dus jullie moeten het een beetje van mij aannemen. Maar wat je eigenlijk doet is als je dus iets eet, dus of je afhankelijk van wat je eet, of dat nou heel hoog is in eiwitten, of in bijvoorbeeld koolhydraten, of juist in polyphenolen, of in vetten. Dus afhankelijk van wat je eet, zal het invloed hebben op de samenstelling, dan gaan we naar nummertje 2, de samenstelling van je darmflora. We hebben net gezien dat mensen die bijvoorbeeld hoog eiwitgehalte eten, dat die andere bacteriesamenstelling hebben dan mensen die een hoog vetdieet hebben. Nou, oké, dan weten we dat. De samenstelling is anders. Maar die bacteriën kunnen ook allemaal wat anders. En we zien dat als de samenstelling van de darmflora verandert, dat ook de effecten die die darmflora heeft, dat die ook gaan veranderen. Dus een andere samenstelling geeft ook andere effecten. Dus andere effecten op het immuunsysteem, andere stofjes die gemaakt worden in de darm. En als er andere stoffen worden gevormd, zijn de effecten ook anders. Dus bijvoorbeeld ons immuunsysteem reageert anders als er andere bacteriën zijn. En dat zal allemaal effect hebben uiteindelijk op ziekte en gezondheid. We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen, dat zien we heel vaak terug, mensen die een voeding eten wat hoog is in vet en met name in slechte vetten, die hebben dus een andere samenstelling van de darmflora. En dan zien we eigenlijk dat er veel ontstekingsstofjes vrijkomen van ons immuunsysteem. Dus dan zien we eigenlijk dat het immuunsysteem daarop gaat reageren. En dat er veel eigenlijk ontstekingsachtige stofjes worden geproduceerd. Ja, en we weten eigenlijk dat als er veel ontstekingsstofjes worden geproduceerd, dat dit uiteindelijk op de lange termijn kan leiden tot allerlei aandoeningen. Zoals bijvoorbeeld diabetes, maar ook hart- en vaatziekten. En het kan ook leiden tot bijvoorbeeld auto-immuunziekten. Dus dat is één van dat soort voorbeelden. En dat zien we ook direct terug als we bijvoorbeeld type dieet gaan vergelijken. Je hebt natuurlijk aan de ene kant het westers dieet, wat relatief hoog is in ongezonde vetten. Ten opzichte van het mediterraan dieet, waarin eigenlijk veel meer onverzadigde vetten worden gegeten. Veel meer groente, veel meer fruit, veel meer onbewerkte voeding. En als we daar gaan kijken, dan zien we duidelijk dat de samenstelling van mensen die vooral westers dieet eten, echt anders is dan de mensen die het mediterrane dieet eten. En dan zien we bijvoorbeeld ook als we naar die ontstekingsstofjes gaan kijken, dat het echt verschillend is tussen deze twee groepen. En als we mensen uit bijvoorbeeld Italië en de mediterrane landen gaan kijken, dan zie je ook dat sommige aandoeningen ook minder vaak voorkomen ten opzichte van mensen die veel meer dat westerse dieet eten. Dus heel goed om te onthouden, je bent wat je eet en je kunt jouw eigen microbioom dus ook heel erg positief beïnvloeden. Nou, dat gaat ook op de jongere leeftijd. Ik dacht, het is ook leuk om jullie daar een plaatje van te laten zien. Er zijn ook heel veel mooie studies gedaan en ik heb er gewoon eens twee gepakt. En dit is de eerste bij baby's in het eerste levensjaar. En dan zagen ze dat kinderen die een minder gevarieerde voeding kregen, in het eerste levensjaar, dus als je net met de hapjes begint eigenlijk, dat als de kindjes die de minder gevarieerde voeding hadden gehad, dat die een hogere risico hadden op het ontwikkelen van voedselallergie op de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar. Dan zien we dus dat het microbioom anders is, maar we zien ook dat ze een groter risico hebben op het krijgen van voedselallergie.
En ik zei het net al een beetje, bij muizen doen we heel veel mooie studies. En bij muizen zien we bijvoorbeeld dat een vetrijk dieet, dus als we muizen op een dieet zitten met hoge vetgehalte en vooral de slechte vetten, dat het microbiome echt gaat veranderen. Dus dat we echt zien dat het microbiome een andere samenstelling krijgt. En dat ze dan in dit geval dus ook een verhoogd risico hebben op het krijgen van voedselallergie. En er zijn bepaalde muismodellen waarin we zien dat je gewoon sneller dan een voedselallergie krijgt als je ze op een vetrijk dieet zet. Door die verandering die optreedt in het microbiome. En het microbiome gaat het immuunsysteem dan anders aansturen, waardoor ze dus een hoger risico lopen op het krijgen van voedselallergie. Nou, kun je je microbiome dan zelf ook positief beïnvloeden? Nou, absoluut. Dit is een hele leuke studie die een aantal jaar geleden in Groningen is gedaan. En dan zijn ze eigenlijk gaan kijken, welke voedingsmiddelen kunnen nou zorgen voor een verhoging van de diversiteit? En welke voedingsmiddelen zorgen nu eigenlijk voor een lage diversiteit van het microbiome? En dan kwamen ze erachter, en sommige zijn wel een beetje inkoppertjes, denk ik. En erachter dat bijvoorbeeld voldoende groente en fruit. Hè, dus als je mensen die veel groente en fruit aten, dat die een hoge diversiteit hebben. Ten opzichte van mensen die bijvoorbeeld veel fastfood eten. Nou, dat is wel een beetje wat we denk ik hadden verwacht. Maar voor mij zaten er ook wel een paar dingen tussen waarvan ik het misschien wat minder had verwacht. Maar ze zagen bijvoorbeeld ook als je rode wijn drinkt. En rode wijn bevat veel polyphenolen, dat is een stofje wat de bacteriën ook kunnen afbreken. Dat ook helpt om je diversiteit te verhogen. Pure chocolade was er eentje van. Koffie bijvoorbeeld en yoghurt. Dat zijn allemaal voedingsmiddelen waarbij de diversiteit van ons microbiome kunnen verbeteren. En bijvoorbeeld bier, ja, dat kun je beter laten staan. En vetrijke voeding, fastfood, dat kun je ook beter laten staan. Nou, wat voeding betreft wilde ik dan afsluiten toch met een paar tips. Hè, om het ook een beetje praktisch te houden voor ons allemaal. Wat kun je nou zelf doen met voeding om te zorgen voor zo'n gezond mogelijk microbioom. En voor zo'n gezond mogelijke microbiota. En daarmee op zo min mogelijk klachten. En zo laag mogelijk risico op ziekte. En dat is gevarieerd eten. Dat is denk ik heel belangrijk. Voldoende groente en fruit. Vezelrijke voeding. En bijvoorbeeld volkoren producten. Je zou ook kunnen denken aan gefermenteerde voeding. Dus voeding waar eigenlijk al bacteriën in zitten. Kun je bijvoorbeeld denken aan kefir of kombucha. Dat lijkt toch ook wel echt een heel erg mooie bijdrage te hebben voor je gezondheid. Voedingsmiddelen die van nature veel prebiotica bevatten. En prebiotica zijn eigenlijk voedingsstofjes voor je goede en gezonde bacteriën. En dan moet je denken aan prei bijvoorbeeld, knoflook, banaan, asperges. Die hebben ook echt een hele goede werking op je microbiome. Voedingsmiddelen die hoog zitten in de polyphenolen. Denk aan rode wijndruiven, citrusvruchten, groene thee, broccoli, koffie. Is er dus ook eentje. Niet te veel natuurlijk, maar af en toe een kopje koffie is hartstikke goed. En streef naar een lager vetgehalte. Hè, met name vermijden van die ongezonde vetten. Dat is ook echt heel positief voor je microbiota. Nou, dan wil ik het tweede deel van wat kun je nou doen om je microbioom positief te beïnvloeden, wilde ik me richten op probiotica. Mag ik even inbreken? Natuurlijk. Want er zijn inmiddels echt veel hartstikke leuke vragen binnengekomen. Dus het leek me een mooi natuurlijk moment om even met jou te kijken. Van, goh, zou je alvast wat vragen kunnen en willen beantwoorden? Zeker. Er is een dame die zegt vanwege ovariumkanker, hè, dus eierstokkanker, heb ik bestraling ondergaan. Vorig jaar mei, dus nou redelijk recent nog. Daarna veel last van mijn darmen gekregen. Ik verdraag geen lactose en gluten meer. Ondanks een streng dieet moet ik altijd zorgen dat ik in de buurt van het toilet ben. Is de kans dat dit met een dieet te verhelpen is? Als geprobeerd aan probiotica en zo. Nou, dat is super vervelend. We zien, ja, zeker die bestraling, dat doet natuurlijk, hè, het is bedoeld om de slechte cellen kapot te maken. Maar we zien vaak toch dat het onderliggende weefsel, hè, dus ook die darmen zelf, of de darmen, hè, die liggen natuurlijk redelijk dicht bij de eierstokken. Soms ook de blaas, soms ook de baarmoeder. Dat er echt wel van te lijden heeft. Weet jij, is er iets echt specifiek? Heb jij deze vraag eerder gehad? Kun jij hier iets zinnigs over zeggen, Karen? Ja, ik vind die met voeding wel moeilijker. Ik weet wel dat er probiotica zijn die soms daar kunnen bijdragen. Maar als je dat al geprobeerd hebt, mevrouw heeft het volgens mij al geprobeerd. Ja, met voeding, ik weet niet van onderzoeken die echt specifiek naar specifieke voedingsmiddelen hebben gekeken. Dus ik vind het wel moeilijk om daar echt een uitspraak over te doen. Met name ook om wat jij zegt, Tamara. Ja. Nou ja, en dan is misschien nog ook wel probiotica. Het ene is het andere natuurlijk niet. Dan gaan we daar nog even naar kijken. Is een Yakult hetzelfde als...
als een Wimbiotic. Hè? Jij werkt voor Wimbiotic, maar ik heb daar verder geen banden mee. Ik heb daar geen rechten over of wat dan ook. Maar ik ben daar wel ontzettend over te spreken. Dus vandaar dat ik jou natuurlijk als, ja, als spreker ook uit heb genodigd. Dus ik weet gewoon wel, ja, het ene probioticum is het andere niet. Maar Absoluut. specifiek voeding gerelateerd is dat dus best wel lastig. Maar ja, wellicht zou dat toch iets zijn wat wel bij jou zou kunnen passen, Dita. Ja, blijft ook een beetje proberen, denk ik, dan. Ja, zeker, ja. Zeker. Stuur anders eventjes een mailtje. Ik zal je daar even het mailadres sturen, Dita. Dan gaan we daar nog eventjes apart naar kijken. Ja, en we kunnen ook even kijken inderdaad met probiotica of we daar nog iets... Precies. Ik weet niet welke je al geprobeerd hebt, maar dan kunnen we daar nog even specifiek naar kijken. Precies. Dus die nemen we eventjes mee. Frederik heeft een leuke vraag. Die zegt, speelt het microbiome ook een rol bij ADD, ADHD en autisme? Ja, absoluut. Er zijn heel veel... Ik ga het heel kort even dadelijk vanuit probiotica perspectief aanstippen. Maar absoluut, ja, we zien dat het microbiome ook heel veel invloed heeft op onze hersengezondheid. Vanuit de darm-hersenas. Dus waar we vroeger dachten dat de hersenen alleen de darmen aansturen, zien we dat de darmen nu ook de hersenen echt heel erg kunnen beïnvloeden. En vanuit dat perspectief speelt het microbiome zeker ook een rol in die aandoeningen. Ja, absoluut. Kijk, mooi. Petra zegt, ja, hoe zit het met maagzuurklachten? Ik denk met name, goh, wat is de rol van voeding, probiotica, heeft de darmgezondheid. Nou, ik weet natuurlijk met maagzuurklachten, er zijn 2 miljoen Nederlanders die maagzuurremmers gebruiken. Van wie een deel het echt ook nodig is. Hè, omdat ze bijvoorbeeld echt een aantasting hebben van de slokdarm, niet goed functionerend maagklepje, bepaalde medicatie gebruiken waarbij je die maagzuurremmers echt moet gebruiken. Bijvoorbeeld prednison is daar één van. Maar een heleboel mensen, en daarom heb ik natuurlijk ook dit boek gemaakt, kunnen daar ook weer van afkomen. Want voeding heeft daar een ongelooflijk belangrijke rol in. Natuurlijk ook alcohol, roken heeft daar een hele belangrijke rol in. Is het ook de samenstelling van je microbiome die daar een rol in speelt, Karen? Nou, er zijn weinig studies die dat direct laten zien, of eigenlijk zijn er weinig studies naar gedaan. Dus ik zou niet durven zeggen van, ik verwacht wel dat er een bepaalde rol is. Maar wat we bijvoorbeeld wel weten van maagzuurremmers, van mensen die dat niet echt nodig hebben. We denken altijd, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar we weten bijvoorbeeld van maagzuurremmers dat ze heel veel negatief effect hebben op dat microbioom. En waarvan we eerst altijd dachten dat het alleen van antibiotica was. Want ja, die doden tenslotte bacteriën. Zien we nu van andere medicijnen ook heel veel effect. En maagzuurremmers zit echt in de top 4 of 5 van, ja, van medicijnen die superveel effect hebben op het microbiome. En eigenlijk negatief effect hebben op het microbiome. En daarmee dus eigenlijk ook bepaalde effecten in stand kunnen houden. Dus dat extra geeft eigenlijk al aan dat als je op andere manieren met voeding, bijvoorbeeld zoals met het boek van Tamara, wat kunt doen, dat dat echt wel de moeite waard is. Dus niet alleen omdat je dan misschien gewoon van die maagzuurremmers af bent en van nature ook van je klachten af bent, maar ook om je microbiome te ondersteunen. Dus ja, vanuit dat perspectief ook. Ja, nou ja, het is wel goed dat je dat zegt. Er zijn toch veel medicamenten die dat microbiome ook beïnvloeden. Antibiotica is natuurlijk een hele belangrijke, maar maagzuurremmers. Nou, ik zei al, 2 miljoen mensen in Nederland gebruiken dat. Hè. Dus bijvoorbeeld de omeprazol, de pantoprazol, de Nexium. Stopt die nooit zomaar? Dus dat is wel echt even belangrijker bij alle medicatie. Hè. Overleg dit altijd even met je arts. Maar het is gewoon wel echt de moeite waard om het te bekijken. Hè. Want het is niet zo, dus baat het niet, dan schaadt het niet. We nemen maar een pilletje. Dus pas daar ja, zeker op lange termijn ook echt wel mee op. Maar stop nooit zomaar zelf. Dan heb ik nog een vraag van iemand die zegt, nou, ik kan helaas niet verder live kijken, maar ik ga het achteraf zeker terugkijken. Je krijgt dus achteraf alle opnames toegestuurd. Dus mocht je nou je naar weg willen of zo, dan kan dat altijd. Ja, wat is jullie idee over SIBO? Dus pro-prebiotica bij SIBO. En even kijken, probiotica op maat. En daar gaan we zeker zo meteen op terug. Ja, nee, veel succes. Verder veel plezier. Nou, probiotica gaan we het zeker op. Maar SIBO, zou jij daar wat over kunnen vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Voor de mensen die dat niet weten, SIBO staat voor Small Intestinal Bowel Overgrowth. Dat is eigenlijk dat er te veel bacteriën zitten in delen van de darm waar niet zoveel bacteriën horen te zitten. En dus vaak zie je dan in je dunne darm dat er een overgroei van bacteriën zit. En dat kan bij sommige mensen, hebben daar geen klachten van. Maar voor heel veel mensen kan dat ook klachten veroorzaken. En dan zien we vanuit probiotica zeker dat er studies zijn die hebben laten zien dat probiotica daar positief aan kunnen bijdragen. Dus ja, SIBO kunnen verminderen.
En dus die overgroei kan bijvoorbeeld ook optreden als je maagzuurremmers neemt. Dan kan dus inderdaad die overgroei ook gaan optreden. Omdat er dan dus minder maagzuur in de dunne darm terechtkomt. En dan kunnen er bacteriën gaan groeien die normaal onderdrukt worden door ons maagzuur. En daar zien we zeker mooie effecten van probiotica. Maar ik denk ook dat je met voeding daar ook door diversiteit te verhogen, hoe gek dat ook misschien klinkt. Want aan de ene kant denk je diversiteit verhogen, ga ik dan dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar het gaat meer om dat de juiste bacteriën groeien op de juiste plekken in de darm. En dat kun je met goede voeding wel bereiken. En als het hele ecosysteem in balans zit, dan gaan ze eigenlijk ook niet groeien waar ze niet zouden moeten groeien. Want dat gebeurt er eigenlijk bij SIBO. Ja, helder. Dankjewel. Hey, Cor heeft nog een goede vraag. Die zegt, je zou toch verwachten dat kinderen uit hun gezin een soortgelijk microbioom hebben. Toch kan de een wel allergisch zijn en de ander niet. Hoe zit dat precies? Heb je daar een antwoord op? Ja, dat is een hele leuke vraag. Ja, je zou het verwachten, maar het is ook niet helemaal waar dus. Zelfs als je één eigen tweeling bent, dan kun je een ander microbioom hebben, ondanks dat je hetzelfde eet. Dus we weten dat er deels is het genetisch bepaald, dus door je genetica, dus door hoe je DNA eruit ziet. Deels is het inderdaad, zien we wel meer overeenkomst tussen broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin dan bijvoorbeeld ik met mijn buurmeisje zou zijn van vroeger. En deels is het ook dus toch super individueel bepaald. Dus dat is al de reden van het microbioom. Dus ik heb zeker een heel ander microbioom, al zou ik een eigen tweelingzusje hebben, die ik niet heb. Maar dan nog zou het constant hetzelfde eten, zou het microbioom anders zijn. En daarnaast is natuurlijk het microbioom niet het enige wat bepaalt waarom je allergisch wordt of niet. Er zit ook genetica in en ook andere factoren die daar een rol bij spelen. En sommige dingen die we misschien zelf nog niet eens weten. Dus het is een combinatie van factoren. Ja, duidelijk. Even om de allergieën. Hè. Maak even een mooi bruggetje naar Petra. Die zegt, ik merk dat naarmate ik ouder word, ik steeds gevoeliger word voor bepaalde voeding. Vroeger was ik gek op garnalen bijvoorbeeld, en nu nog steeds. Maar ik krijg een jeuk van in mijn mond en last van in mijn buik. En jeuk in mijn mond, dan denk ik altijd meteen, daar zit een allergische component zit daarin. Mogelijk ook buikpijnklachten, maar zeker jeuk in de mond, opgezwollen tong, urticaria, dus galbulten over het lichaam. Je kan natuurlijk zeker op latere leeftijd toch wel wat allergischer worden. Heb jij hier qua microbioom nog een goede aanvulling, Karen? Ja, niet echt. We zien natuurlijk ook dat het microbioom verandert met leeftijd. Hè? En het kan natuurlijk ook zijn dat er bepaalde factoren zijn, dat je meer stress hebt. Stress heeft bijvoorbeeld ook effect op je microbioom. Dus dat kan ik zeg altijd een radertje in het geheel zijn geweest. Want stress zal niet per se allergie veroorzaken, maar kan wel een radertje zijn, een rat zijn in het geheel, wat wel al die dingen beïnvloedt. Dus dat zie ik wel echt vanuit het microbioom. En je zou kunnen kijken of je bijvoorbeeld met... soms met probiotica kan je ook wel bijvoorbeeld minder allergische klachten krijgen. Dat zien we soms wel. Ik zal niet zeggen dat het helemaal weg is, maar je kan wel bijvoorbeeld minder heftig reageren. Ja. Omdat het immuunsysteem meer onder controle wordt gehouden. En met het ouder worden van ons leven, dat neemt alles een beetje af. Dus ook ons immuunsysteem. En daardoor zie je ook wel vaker soms dat... En ons immuunsysteem neemt af, maar ook de diversiteit van onze darmflora neemt af. En die twee beïnvloeden elkaar ook weer heel erg. Dus die kunnen we niet zo los zien van elkaar. Dus ik denk dat dat ook zelf denk ik dat dat ook een beetje een rol speelt. Ja, duidelijk. Dankjewel. Riet heeft een goede opmerking. Die zegt, maar druiven zijn wel wat hoog betreft suikergehalte lijkt me niet gezond. Nou ja, zeker. Hè? Ik begeleid natuurlijk veel mensen met overgewicht, met diabetes. Ja, en dan zeg ik toch altijd, pas een beetje op met druiven. Hè? Zit hoog in de glycemische index, glycemische lading. Daarbij is er ook natuurlijk alcohol geeft een grote kans bijvoorbeeld op het krijgen van borstkanker, maar ook bijvoorbeeld slok- en maagdarmkanker. Volgens mij was ook niet jouw bedoeling om tegen mensen te zeggen, volgens mij moet je gewoon lekker een fles wijn per dag gaan drinken. Maar even om te laten zien van, ook rode wijn, die polyphenolen die erin zitten, die kunnen echt wel een positieve werking hebben. Blijft altijd de richtlijn een goede voeding. Het liefst echt zo min mogelijk voor vrouwen, maximaal één glas voor mannen. Dus probeer daar. Mijn boodschap is een beetje precies wat jij zegt ook, Tamara. Maar als je dan toch een glaasje wijn wilt drinken, neem dan liever een glaasje rode wijn. Dat heeft dan nog wat beetje positieve effecten voor je microbioom. Als je dan toch moet kiezen. In plaats van dat biertje, wat dan eigenlijk niet zo'n heel goed effect heeft op je microbioom. Dus als je dan toch alcohol wilt drinken, dan neem liever die.
Maar helemaal eens met jou. Ik zou niemand willen aanraden om een fles per dag te drinken. Nee. Doe ik zelf ook niet overigens. Laten we dat niet doen. Even kijken. Karen, andere Karen zegt. Kan een leuke vraag ook weer. Kan probiotica doen aan een sportprestatie van topsporters? Nou ja. Ja en nee. Wat we eigenlijk zien is dat het... Op twee effecten is bij sporters naar gekeken. We zien dat zeker bij mensen die duursport doen. Dan zien we dat bij duursport zien we heel veel effect, negatieve effecten op de darm. En dat hebben we bijvoorbeeld ook al eens gezien bij wielrenners. Dat ze dan ineens diarree krijgen. Omdat we dan echt effect op de darm zien. Nou, dat kan bijvoorbeeld op de termijn weer leiden. Dat ze luchtwegklachten krijgen. En dus dat ze vatbaarder worden voor griep. Nou, waardoor ze niet verder kunnen trainen. En als je dus probiotica kunt geven om die darm te herstellen. En om te zorgen dat die effecten van die duursport minder heftig zijn op de darm. Waardoor ze dus geen griep krijgen. Dan kun je je voorstellen dat dat uiteindelijk ook een effect zal hebben op hun sportprestatie. Maar het is niet zo, neem een zakje probiotica en gaat volgende dag veel harder rennen. Maar je kunt bijvoorbeeld wel langer trainen. Je hebt minder klachten van bijvoorbeeld je darm. Wat uiteindelijk natuurlijk wel een negatief effect kan hebben op je sportprestatie. Ja, oké. Okay. Hey, er komen een heleboel vragen over probiotica. Dus volgens mij is dit een fantastisch moment om over te gaan naar jouw stuk van de probiotica. Hoe lang verwacht je ongeveer dat dit stuk duurt? Ja, maar ik denk iets van 10 minuutjes dat het nog duurt. Dus perfect. En dan gaan we dan gewoon lekker de vragen verder beantwoorden. Helemaal goed. Nou, mijn laatste stukje wilde ik wat over probiotica vertellen. Ik weet niet wat jullie ervan weten, maar probiotica zijn volgens de... En dan heb ik even de nette officiële definitie voor jullie neergezet. Het zijn levende micro-organismen die wanneer ze toedient in voldoende hoeveelheid... een gezondheidsbevorderend effect hebben voor de gastheer. Officiële definitie vind ik altijd nog een beetje vaag. Maar eigenlijk zijn het met name bacteriën die goed zijn voor je gezondheid, die kunnen bijdragen. En ik laat dit plaatje ook zien. Het zijn allemaal pillen met een groot kruis erdoor. Omdat in Europa vallen probiotica onder de voedingssupplementen, dus niet onder de medicijnen. En ze vallen onder dezelfde wetgeving als bijvoorbeeld vitamine D of cranberrycapsules. Om soms ook even goed te kaderen van wat je ermee kan en wat je erover mag zeggen. Nou, waar moet je dan vooral aan denken? Het zijn vooral bacteriën, niet alleen maar bacteriën, maar het zijn vooral bacteriën. En ik heb hier degene gezet die eigenlijk het meest gebruikt worden en die je in de meeste producten zult vinden. Bifidobacteriën, lactobacillen, maar ook enterokokken bijvoorbeeld, of lactokokken, streptokokken. Die zie je veel in producten terug en die worden het meest gebruikt als probiotica. En daar is ook al heel veel onderzoek mee gedaan. En je kan ze bijvoorbeeld vinden in tabletjes, maar vooral ook in poeders, in yoghurtjes en in andere producten. Ja, hoe werken ze dan? Daar wilde ik een heel klein beetje op in. Niet te veel voor vandaag, wordt ook een beetje te technisch. Maar ik wilde jullie toch een klein beetje uitleggen. Hoe kunnen die bacteriën nou eigenlijk überhaupt wat voor onze gezondheid betekenen? En dat doen ze eigenlijk op drie manieren, of drie niveaus eigenlijk. Dat doen ze in de darm. En in de darm beschermen ze ons eigenlijk tegen slechte bacteriën. Ze kunnen door allerlei processen die ze in gang zetten, kunnen ze wat we noemen kolonisatieresistentie versterken. En kolonisatieresistentie is eigenlijk niks anders dan dat een gezond microbioom ons beschermt tegen indringers. Dus dat slechte bacteriën eigenlijk geen kans krijgen om problemen te veroorzaken. Nou, het tweede niveau waarop probiotica echt wat kunnen doen, is doordat ze de darmbarrière kunnen versterken. En de darmbarrière is heel erg belangrijk in ziekte en gezondheid. We zien bij veel aandoeningen dat die darmbarrière niet optimaal werkt. Dat wordt ook wel eens leaky gut genoemd. En dan komen er allemaal stofjes het lichaam in waar we dan weer op gaan reageren vanuit ons lichaam. Waardoor er weer allerlei processen in gang gezet worden. Dus eigenlijk is een goede gesloten darmwand, darmbarrière, dat is heel erg positief voor onze gezondheid. En probiotica kunnen op allerlei manieren, dat zijn al helemaal technische manieren, maar kunnen op allerlei manieren, dus bijvoorbeeld dat er meer slijm gemaakt wordt, die darmwand verstevigen en verbeteren. Nou, en het laatste is dat ze ook in het lichaam effecten kunnen hebben. En ze kunnen via allerlei signaalroutes, kunnen ze ook allerlei effecten hebben in het lichaam. En een van de bekendste is bijvoorbeeld ons immuunsysteem. En ze kunnen bijvoorbeeld ons immuunsysteem bepaalde richtingen insturen. En dat ons immuunsysteem bijvoorbeeld beter geregeld is of op bepaalde manieren gaat reageren die positief zijn voor onze gezondheid. Ja, en waar zien we dan eigenlijk dat probiotica worden gebruikt? En er is echt heel veel onderzoek wordt er naar probiotica gedaan op dit moment. En we zien veel gebieden waarin probiotica worden bekeken. Bijvoorbeeld ter voorkoming van infecties. En dan moet je dan bijvoorbeeld denken aan luchtweginfecties of urineweginfecties. We zien dat ze veel worden toegepast bij darmproblemen.
En dan kun je denken aan natuurlijk diarree, al dan niet door antibiotica of door reizen. Door als je moeilijk naar het toilet komt, bij obstipatie, bij mensen met het prikkelbare darmsyndroom. Ook daar zien we dat probiotica veel worden bestudeerd en worden gegeven. We zien mooie publicaties ook bij immuungerelateerde aandoeningen. Oftewel aandoeningen waarbij ons afweersysteem betrokken is. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld ontstekingsziekte van de darm, maar ook bijvoorbeeld allergie, hooikoort bijvoorbeeld of eczeem. Daar worden ook heel veel mooie studies gedaan met probiotica. Nou, de wat nieuwere gebieden zijn wat we noemen metabole gezondheid. Oftewel hoe wij metabool zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het type 2 diabetes, metabool syndroom, de voorloper van diabetes. Daar wordt ook veel onderzoek gedaan, overgewicht bijvoorbeeld ook. Er wordt veel onderzoek gedaan met probiotica. En ook wel nieuws is die hersengezondheid, waar we het net ook al over hadden. Onze darmen en onze hersenen staan met elkaar in verbinding. En ook nu zien we dus heel veel onderzoeken komen, waarbij er gekeken wordt, in hoeverre kunnen probiotica ook bij die hersengezondheid een positief effect hebben. Op bijvoorbeeld stemming, dus dan moet je denken aan angst en depressie, maar ook bijvoorbeeld bij autisme, ADHD, Parkinson, et cetera. Daar zijn nu studies startend of al soms gedaan, waarbij probiotica positieve effecten laten zien. Ik heb vandaag absoluut niet genoeg tijd om dat allemaal met jullie door te nemen, maar ik dacht ik ga er toch even twee highlighten om jullie een beetje een idee te geven. Is er nou al bewijs en hoe ziet het er dan uit? Dus ik dacht, ik neem er eentje waar al heel veel onderzoek naar is gedaan. En dan ga ik jullie even een overzichtsstudie laten zien. En dat is bij je antibiotica geassocieerde diarree, oftewel diarree die je krijgt als je antibiotica gebruikt. Nou, sommige antibiotica geven een heel hoog risico op krijgen van diarree. En dan zie je hier allemaal studies. Ik ga ze niet al met jullie doornemen. Maar goed, in dit geval zijn er 42 studies gedaan bij volwassenen. En waar bijna 11.000 mensen aan hebben meegedaan. En die hebben ze allemaal op een hoop gegooid. Om te kijken van, dan hebben we nog meer, kunnen we nog sterkere conclusie trekken. En dan trekken ze uiteindelijk een conclusie dat we 37% minder kans hebben op het krijgen van diarree. Als je antibiotica neemt, als je dus probiotica gebruikt. Dus dat is echt heel mooi. Dan zie je dus dat er echt al superveel studies zijn gedaan. Die heel duidelijk laten zien en steeds weer laten zien. Dat je gewoon minder kans op het krijgen van diarree. Als je antibiotica gebruikt bij het slikken of het innemen van probiotica. Nou, een andere die ik zelf wel leuk vond. Dat is, hebben ze gekeken naar de vatbaarheid voor depressie. Ik ga niet allemaal met jullie helemaal doornemen. Maar ik dacht dat zo'n nieuw veld is misschien ook wel even leuk om te zien hoe dat dan gaat. In dit geval hebben ze bij studenten gekeken. Dus het zijn gezonde studenten, 40 gezonde studenten. De helft hebben ze een probioticum gegeven en de helft hebben ze een placebo gekregen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde, alleen zitten er dan niet bacteriën in. Dus ja, als je het krijgt weet je niet welke je hebt, want het ziet er allemaal hetzelfde uit. Maar bij de ene zit dan dus die bacteriën er wel in en bij de andere eigenlijk niet. En voordat ze dat gingen innemen hebben ze een vraaglijst afgenomen. Die noemen we de LIDES-R. Dat zien we hier. En die staat voor Leiden Index of Depression Sensitivity. En aan het einde hebben ze die weer afgenomen. Nou, wat meet die vragenlijst nou? Die is in Leiden ontwikkeld, vandaar ook de Leidse R-naam. En die meet eigenlijk hoe vatbaar ben je voor depressie. Dus niet hoe depressief ben je, want dit waren gezonde studenten, maar hoe vatbaar ben je om depressief te worden. En dan gaan ze allerlei vragen stellen over bijvoorbeeld agressie en over risicomijding en over perfectionisme en over hopeloosheid en over hoe makkelijk je dingen kan aanvaarden. En ook over peinzen, het malen van je gedachten. En met name dat laatste, dus dat peinzen, dat lijkt een heel grote risicofactor te zijn voor het krijgen van depressie. Dus mensen die heel veel malen met hun hoofd en heel veel peinzen niet uit die gedachtenstromen kunnen komen, die hebben gewoon een groter risico om depressief te worden dan mensen die daar minder last van hebben. Nou, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben dus aan het begin die vragenlijst afgenomen, dan een probioticum of een placebo gegeven en aan het einde nog een keer gekeken. En wat zagen ze, en dat daarom dacht ik ga deze studie aan jullie laten zien, om te laten zien dat we dus echt al iets met probiotica kunnen bij de hersengezondheid. Ze zagen dat de studenten die dus die probioticum hadden genomen, dat die minder vatbaar geworden waren, een lagere score, dus minder vatbaar waren geworden voor depressie, na 4 weken gebruik van dit specifieke probioticum. En dat zat met name over op peinzen, rumination is het Engelse woord voor peinzen, en bij agressieve gedachten. Dus het is echt wel heel leuk om te laten zien dat daar dus inderdaad al de eerste aanwijzingen zijn dat probiotica echt een positieve bijdrage daar ook kunnen hebben. Ja, en dan wilde ik afsluiten met jullie een paar wijsheden mee te geven over probiotica. Probiotica wordt heel vaak gebruikt als containerbegrip. En een beetje alsof ik zeg vitamine. We weten allemaal dat er veel verschillende soorten vitamine zijn.
Je hebt vitamine C, vitamine D, nou, om er twee te noemen. En we weten ook allemaal dat die andere effecten hebben. Hè, als ik een studie ga doen naar, met vitamine C op botgezondheid, ja, dan ga ik waarschijnlijk niet zoveel vinden. Dan had ik met vitamine D die studie moeten doen. En zo werkt het ook met probiotica. Je kunt niet over probiotica spreken alsof het één ding is, want het zijn allemaal anders. En ik zeg altijd, bacteriestammen zijn net mensen. De eigenschappen die gelden voor de ene bacterie, gelden niet per se voor de andere bacterie, ook niet als ze dezelfde naam hebben. Ik vind het zelf een heel erg leuk voorbeeld, maar dit is Frenkie de Jong, die kennen jullie misschien allemaal wel. En als je hem googelt, dan kom je heel veel van zijn foto's tegen. Maar uiteindelijk ook deze meneer. En deze Frenkie de Jong is een hele goede voetbalspeler. En deze Frenkie de Jong, ik heb het niet gecheckt, maar ik denk dat hij een goede gitaarspeler is. Dus beide heten ze Frenkie de Jong. En de een kan goed voetballen en de ander kan goed gitaar spelen. Nou, hetzelfde is met bacteriën zo. Ze kunnen allebei hetzelfde naam hebben. Wil niet zeggen dat ze hetzelfde kunnen. En dat is heel erg belangrijk. En daarom moet je altijd, als je naar probiotica gaat kijken, goed inzicht hebben, wat kunnen die bacteriën? Hè, er is er ook niet eentje die alles kan. Want deze Frenkie de Jong die kan supergoed voetballen, maar ik denk dat hij minder goed is in gitaar spelen. En daarom in mijn optiek zou je moeten kijken naar een multispecies probioticum. En dat is een probiotica waarin meerdere stammen zitten met meerdere eigenschappen. Hè, waardoor je een combinatie van eigenschappen hebt en dus waarschijnlijk ook een hoger effect hebt. En aan de andere kant, wat ook heel erg belangrijk is, dat je de juiste stammen met de juiste eigenschappen kiest voor elke probleem. Hè, als je tegen Ajax speelt, dan moet je goede voetbaleigenschappen selecteren. Terwijl als jij de Voice wil winnen, dan moet je misschien bacteriën selecteren die goed muziek kunnen maken. Nou, dat is eigenlijk een beetje natuurlijk een analogie, maar zo geldt het ook voor probiotica. Goed kijken, wat kunnen die bacteriën nu wel en wat kunnen ze niet? En wat heb ik nodig waarvoor ik ze ga gebruiken? Hè, als ik het voor allergie neem, heb ik echt andere eigenschappen nodig dan als ik diarree wil voorkomen. Ik denk dat dat klinkt logisch, maar dat moet je echt goed naar kijken. Dus waarop moet je letten bij probiotica? Ik denk dat je een product moet nemen met meerdere stammen, dus zo'n multispecies product, omdat je meerdere stammen hebt, meerdere eigenschappen kunt combineren, waardoor je een hogere effectiviteit hebt. Hè, de juiste stammen voor jouw probleem met de juiste eigenschappen. Meer is zeker niet altijd beter, maar je hebt wel een minimale dosering nodig. Ik vergelijk dat een beetje met paracetamol. We kennen allemaal paracetamol. Nou, ik heb geleerd van mijn huisartsvrienden dat ik er altijd twee moet nemen, want anders zit ik te laag in de dosering. Dus ik moet er minimaal twee nemen. Want als ik een kwart paracetamol neem, dan gaat het niet mijn hoofdpijn weghalen. Ik zou er natuurlijk ook 10 kunnen nemen, ik kan er meer nemen. Dan gaat mijn hoofdpijn ook weg. Maar is dat dan beter dan dat ik er 2 had genomen? Nou, nee. En het is misschien zelfs nog wel slechter. Dat is bij probiotica waarschijnlijk niet het geval, maar meer is zeker niet altijd beter. Want het is vooral dus belangrijk of je de juiste neemt. En of er ook gekeken is naar, ja, kunnen die bacteriën het maag-darmkanaal overleven? Want je kunt natuurlijk heel veel nemen, maar als ze allemaal doodgaan in de maag, die bacteriën, dan heb je nog steeds geen effectief product. En het belangrijkste is om te kijken, ja, is er een aanwijzing dat er onderzoek mee gedaan is? Dat er ook echt bewezen is dat voor dit specifieke product, dat er ook echt onderzoek gedaan is die ook bewijst dat het bijvoorbeeld helpt tegen allergie of helpt tegen diarree of helpt bij obstipatie. Nou, wat mag je dan verwachten? Daar wil ik ook een beetje afsluiten van probiotica. Gaan probiotica ineens van allerlei ziektes genezen? Nou, absoluut niet. Dat wil ik jullie wel vandaag meegeven. Maar wat probiotica wel kunnen doen, ze hebben heel veel invloed op die darmgezondheid. Hè? En omdat ze zoveel invloed hebben op darmgezondheid, ze kunnen bijvoorbeeld diarree verminderen, obstipatie verminderen. Ze kunnen zorgen dat je meer energie krijgt. En daarmee hebben ze dus ook heel veel invloed op je kwaliteit van leven. Want we zien eigenlijk dat darmgezondheid ontzettend belangrijke speel is in bij hoe mensen kwaliteit van leven ervaren. En je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat als je heel veel slechte darmgezondheid hebt, waardoor je veel diarree hebt, dat dat heel veel impact zal hebben op bijvoorbeeld je werk. Wat kun je doen met je werk? Niet zo fijn als je 26 keer per dag naar het toilet moet. Durf je je huis nog wel uit te gaan als je zo vaak naar het toilet moet? Kan je dan wel sporten? Dat heeft ook weer allemaal invloed op hoe je mentaal in je vel zit. Dus daarom zien we dat darmgezondheid echt een hele belangrijke element is van hoe iemand zijn of haar kwaliteit van leven ervaart. En daar kunnen probiotica ontzettend veel bijdragen en ontzettend veel toegevoegde waarde hebben ook.
Ja, en dan wil ik afsluiten met eigenlijk zo twee dingen voor jullie om te onthouden. Dus als je nou twee dingen moet onthouden van vandaag, dan zijn het eigenlijk wat mij betreft deze twee dingen. Is dat darmgezondheid superveel impact heeft op je algemene gezondheid. He, dus je darmen, je microbiome, die spelen een hele belangrijke rol in onze ziekte en gezondheid. Maar ook in ja, hoe wij dat ervaren, dus hoe lekker wij ons in ons vel zitten. En hoe wij zelf vinden dat onze kwaliteit van leven is. En aan de andere kant wil ik dat jullie onthouden dat je bent wat je eet. He, dat je zelf heel veel invloed kunt uitoefenen op dat microbiome. En dat het heel erg belangrijk is om dat microbiome gezond te houden. En dat kun je doen met voeding. Enorme belangrijke component. He, dus zorg voor gezonde voeding. Dat draagt echt bij voor je gezondheid. En daarbij kan probiotica net dat stukje extra bieden bij specifieke problemen. En dat was het voor mij vandaag. En ik hoop dat jullie nog leuke vragen hebben. Nou, die zijn er genoeg. Dus zou ik jou mogen vragen, Karen, of jij 10 minuutjes extra van jouw tijd zou... Tuurlijk, ik vind het superleuk. Er zijn echt superveel vragen binnengekomen en ik vind ze te mooi ook om te laten gaan. Ik wil je ook niet onderbreken omdat je verhaal zo goed was. Nou, super bedankt. Ik hoor een deel voor de tweede keer nu, een deel voor de eerste keer. Hè. Je bent echt wat meer de diepte ingegaan qua voeding en probiotica. Nou, echt super interessant. Dankjewel. Ik heb er zelf ook weer veel van opgestoken. Anjali heeft een vraag. Heeft probiotica ook effect op je lichaam als je weerstand onderdrukkende medicatie gebruikt? Dus bijvoorbeeld methotrexaat, Humira. Hè? Dus we zien natuurlijk bijvoorbeeld veel bij Crohn of bij colitis dat mensen medicatie gebruiken. Heeft probiotica daarbij ook effect? Want daar is ja, het afweersysteem ja, natuurlijk al wat lastig. Ja, absoluut heeft probiotica effect. En mogelijk iets minder op het afweersysteem, omdat het natuurlijk onderdrukt wordt. Maar er zit natuurlijk, ja, het afweersysteem is heel complex en heel breed. Dus misschien heeft het op sommige onderdelen dan wat minder effect, maar op andere onderdelen weer juist wel. Maar het kan bijvoorbeeld ook op, juist op die darmwand weer extra effect hebben. Bijvoorbeeld op, als je diarree hebt. Dus het hangt er een beetje vanaf waar je naar kijkt. Maar probiotica heeft zeker ook nog wel effect dan op de rest van je lichaam. Dus ja, absoluut. Ja. Helder. Linda vraagt, ik ga morgen beginnen bij een antibiotica-kuur in verband met ontsteking navelpiercing. Eerste keer in 26 jaar. Maakt het nog uit welke probiotica ik dan neem? En ze heeft de Ortica Basis gekocht. Is dat voldoende? Ik ken deze niet. Ik denk dat het sowieso goed is om bij je antibiotica-kuur een probioticum te gebruiken. Ken jij de Ortica Basis? Ja, ik denk... Ik ken de basic. Ik denk dat het de original is. Want ik weet niet, volgens mij hebben ze die misschien net hernoemd. Maar dat is best wel een heel goed product. Er is niet specifiek onderzoek gedaan bij antibiotica geassocieerde diarree. Maar zeker een goede, goed, mooi, kwalitatieve, hoogstaand probioticum. En als je echt zou willen kijken naar onderzoek wat gedaan is bij probioticum. Dus ik zou deze gewoon gebruiken. Maar als mensen geïnteresseerd zijn. Daar is de nationale gids probiotica bij antibiotica. En daar wordt heel onafhankelijk door een aantal onderzoekers is er gekeken, is er onderzoek gedaan. En met welke producten dan die ook beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Dus dat zou je kunnen googlen. Ik vind het zelf wat moeilijk om een beetje, ik werk natuurlijk bij een bedrijf. Dat vind ik het altijd een beetje lastig. Hè? Dat is toch een beetje wij van WC Eend raden WC Eend aan. Dus ik verwijs jullie voor dit soort vragen graag. Ik ga zo opzoeken en in de onafhankelijke bron. Kunnen jullie daar zelf onafhankelijk naar kijken zonder dat ik jullie te veel stuur. Helemaal helder. Kan probiotica verlichting geven bij endometriose? Dus hè, baarmoederslijmvlies wat op andere plekken dan in de baarmoeder zit. Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. En weet ik niet. Ik verwacht dat het microbiome daar zeker ook een rol bij speelt. Omdat we in de laatste jaren zien dat eigenlijk alles wat in open verbinding staat met de buitenwereld. Dus ook bijvoorbeeld je eierstokken en dat soort dingen. Dat daar baarmoeder zelfs ook dat daar een microbiome zit. Maar ik denk dat er is nog weinig bekend over het microbiome bij endometriose. En mijn weten zijn er nog weinig probiotica-studies gedaan. Dus ik denk in de toekomst dat er zeker wel mogelijkheden liggen. Maar er is wat, zover mijn kennis reikt, nog niet zo heel veel onderzoek mee gedaan. Ik hoor je niet meer te maken. Wacht even, sorry, ik moet ondertussen even drukken aan het typen voor die gids. Probiotica bij antibiotica, die heb ik nu erin gezet. Veel vragen over dus probiotica. Bijvoorbeeld Anja zegt, ja, is het nou zinvol om 4 keer per jaar een probiotica kuur te doen? Ik denk misschien preventief. En hoe lang moet je de kuur dan doen? En ik kreeg meerdere vragen van mensen die zeiden, ja, maar moet je het nou continu gebruiken? Of moet je het nou korte tijd gebruiken? Of kan je daar ja, een algemene vraag op geven? Of een algemeen antwoord op geven? Of is dat toch ook weer... ziekte en klachten afhankelijk?
Nou, ik kan een beetje een algemeen verhaal geven. Het is een beetje ziekte- en klachtafhankelijk. Dus het is een beetje afhankelijk van waarvoor je het gebruikt. Hè. Mensen vragen mij ook wel eens, wanneer merk je dan effect? En hoe lang moet ik het dan gebruiken? En het is echt afhankelijk waarvoor je het voor gebruikt. Dus om een aantal voorbeelden te geven. Wij zien bijvoorbeeld uit ervaring dat je geobstipeerd bent en je gaat dan probiotica gebruiken. Dan zien we eigenlijk binnen een week wel effect. En dan zien we dat mensen binnen een week wel weten of een product werkt. En als je chronisch geobstipeerd bent, dus altijd last hebt van obstipatie, dan zou je zo'n product, zo'n probioticum, eigenlijk elke dag moeten blijven gebruiken. Op het moment dat je stopt, worden ze namelijk uit je lichaam gewerkt. Dan krijg je je eigen microbiome weer terug. En dan kunnen de klachten terugkomen. Wat we wel weten dan uit ervaring, bijvoorbeeld bij obstipatie, is dat mensen dan bijvoorbeeld een halve dosering gaan doen of een dosering om de dag. En dat ook helpt. En we hebben natuurlijk een hoop mensen die hebben geen chronische obstipatie, maar die bijvoorbeeld obstipatie alleen als op vakantie gaan. Dus dan hoef je het alleen die periode te gebruiken. Maar er zijn ook, zoals bijvoorbeeld bij antibiotica gebruik. Ja, bij antibiotica gebruik weten we dat antibiotica gebruik kan leiden tot diarree. Nou, dat wil je voorkomen. Maar ook als je geen diarree hebt, weten we dat antibiotica echt een negatieve impact hebben op je microbioom. En dat wil je herstellen. Nou, dat hoef je niet je hele leven te blijven doen. En dan zien we eigenlijk dat je het tijdens de kuur moet gebruiken en 1 tot 2 weken na het stoppen van de kuur. En dat is dan voldoende. Nou, hetzelfde geldt waar veel mensen probiotica voor gebruiken, is bij het prikkelbare darmsyndroom. Nou, daarvoor adviseer ik altijd om het wat langer te gebruiken om te kijken of het effect voor jou heeft. Want het is toch een aandoening als je veel stress hebt of druk hebt of afhankelijk van het seizoen meer of minder klachten hebt. Dus het kan ook best wel fluctueren. Dus gebruik het dan voldoende lange tijd om goed te kunnen evalueren of het voor jou bijdraagt of niet. En dan moet je het eigenlijk blijven gebruiken. Maar ook daarvoor geldt, ja, als je alweer in een rustige periode bent, kun je natuurlijk altijd gewoon prima eens stoppen. En komen de klachten terug, dan kun je ook gewoon zo weer beginnen. Want daar zitten geen nadelige gevolgen aan. He, je kunt altijd stoppen en je kunt ook altijd weer beginnen. Dus dat is een beetje in die lijn een antwoord. En heeft het dan zin om zomaar uit het niets een kuur te doen? Ja, daar zie ik zelf niet zoveel toegevoegde waarde voor. De vraag is natuurlijk al... Nee, ja. Dus een beetje preventief paas zitten moslikken in de hoop dat je geen hoofdpijn krijgt. Je kunt het natuurlijk wel doen om je algehele darmgezondheid te ondersteunen. Maar dan is het wel iets wat je langer zou moeten doen. En niet bijvoorbeeld maar 2 weken als kuur of zo. Ja, duidelijk. Hey, ik heb nog van een aantal mensen de vraag of probiotica ook nut heeft bij fibromyalgie of bij chronisch vermoeidheidssyndroom. Weet jij daar iets van? Er lijken wel aandoeningen zijn dat het iets kan bijdragen, omdat we ook wel zien dat het op energie bijvoorbeeld positieve effecten heeft. Maar er zijn nog niet heel veel studies mee gedaan. Maar je kan het natuurlijk altijd eens proberen, want we zien wel dat mensen echt wel positief effect op energieniveau kunnen krijgen van probiotica. Ja, oké. Okay. Ja, die zei je ook net ook eventjes in je sluiten, zei die, hè? Met name ook minder vermoeidheid, fitter. Ik zie een aantal mensen van, ja, goh, maar je koelt. Hoe zit dat nou? Heeft dat nou zin? Moet je dat nou wel gebruiken? Hoe weet je nou wat goede antibiotica of probiotica zijn? Nou ja, je zei al, hè, wij van WC1, je werkt natuurlijk bij Winkloof. Dus het is voor jou lastig om te zeggen, maar ja, we hebben hele goede probiotica. Nou ja, ik mag dat natuurlijk gewoon wel zeggen. Want dit is natuurlijk wel iets wat ik zelf ook, wat ik zie. Jullie doen ook veel wetenschappelijk onderzoek, maar ook wat ik zelf heb ervaren. Voor de mensen die de vorige keer ook hebben gekeken, dan is het misschien een dubbel verhaal. Maar ik heb zelf prikkelbare darm al 25 jaar. In de basis nu niet heel veel last van dat ik weet dat ik wel of niet kan eten. Dus ik zag daar ook een vraag zeg maar, van mensen van, hey, hoe zit het nou bij prikkelbare darm? Heel vaak zie je dat je met voeding al ontzettend veel kan doen. Het is vaak ook stressgerelateerd. Nou, dus ik weet meestal wel wat ik gewoon kan eten en kan drinken. Een aantal jaar geleden ging ik gierend uit de bocht tijdens wintersport. Ik pakte daarna mijn oude voedingspatronen weer op. Maar ja, ik had echt 1 keer per dag moest ik naar het toilet rennen. Liep ik helemaal leeg, gewoon een paar keer achter elkaar. Ja, en ik was gewoon helemaal niet fit. En dat duurde 4 weken. Totdat iemand mij adviseerde van, goh, misschien moet je eens de probiotica van Winkloof proberen. En letterlijk binnen 2 dagen was ik van mijn klachten af. Het is nooit meer zo teruggekomen. En dat heb ik toen 2 weken gebruikt. En omdat mijn basisvoedingspatroon goed was, was dat net even het setje wat het nodig had om gewoon weer in het normale ritme te komen. Dus ik ben super positief over jullie producten. Dit Ortikauke inderdaad wel goed merken. Hoewel met die, ja, specifiek met Ortica weinig onderzoek is gedaan. Wat ik altijd begreep van je koelt is, ja, dat is toch, dat is 1 stam
Daar heb je meestal niet zo heel veel aan. Zeg ik dan iets raars of klopt dat? Nee, dat klopt wel hoor. Hoewel je kot op sommige. Hè, je kot heeft op zich een goede stam erin. Alleen ja, ik denk dat je met één stam alles kunt oplossen. Maar ze hebben ook wel mooie studies laten zien. Bijvoorbeeld bij obstipatie hebben ze wel studies laten zien die daar effecten laten zien. Dus zeker niet zo dat het niet kan. Maar ja, ik denk dat je dat product voor alles kunt gebruiken. Suboptimaal, laten we het zo nou noemen. Ja, voor sommige dingen heel goed en voor sommige dingen ja. Denk dat er betere keuzes in zijn. Ja, heb jij heel keurig gezegd, Karen. Ria zegt, mijn man gebruikt dagelijks antibiotica al 8 jaar inmiddels in verband met de longtransplantatie. Ik weet niet helemaal goed wat je vraag is, Ria, of dat ja, zinvol is misschien om dan blijvend, want ja, dat is natuurlijk best wel een aanslag op je darmgezondheid en dat zal ja, zeker in verband met de longtransplantatie. Ja, dat zal nodig zijn om natuurlijk ook slechte bacteriën buiten te houden. Ja, het lijkt mij geen overbodig luxe om hier probiotica bij te gebruiken. Hoe sta jij daarin? Nee, hetzelfde eigenlijk. Ja, helemaal eens. Oké, helder. Hebben vitaminepillen of supplementen invloed op je microbioom? Nou, ongetwijfeld. Uiteindelijk alles wat je inneemt, maar niet dat ik weet dat ze daar heel veel effect op zullen hebben. Dus supplementen kunnen overigens wel. Dus vitamine nee, denk ik. Supplementen kunnen dat wel hebben, want er zijn ook supplementen die prebiotica bevatten. En dat zijn, ja, zoals ik al zei, zit bijvoorbeeld ook in bananen of in asperges. Maar dat zijn, ja, dat zijn koolhydraten die we zelf niet kunnen afbreken, maar bacteriën wel. En die kunnen bepaalde bacteriegroepen heel erg stimuleren. En die kun je dus ook als supplement kopen. Dus ja, dat is een beetje afhankelijk van type supplementen ja, wat je slikt. Ja, duidelijk. Ik zie hier Frank die zegt Winkloof, Wimbiotica, is dat hetzelfde? Klopt dat? Ja, soort van wel, ja. Een soort van wel. Ja, Wink, dit is ons eigen. Het bedrijf maakt probiotica, niet alleen zelf, maar dit is ons eigen merk probiotica. Ja. Ik zal hem eventjes. Want dat is wel nog even een goede om. Dan gaan we terug kruipen richting afsluiting. Hoe weet je nu welke. Hè, want jullie hebben natuurlijk verschillende. Hebben jullie er staan ook op de website. Hoe weet je nou welke bij jou past? Want je hebt Pro, A, D, I, B, C, R, S, C, B, R. Het hele alfabet komt er achteraan. Staat daar gewoon goed bij waar je het voor kunt gebruiken? Hè? Want ik zie al mensen die zeggen van ja, ik heb winderigheid. Ik heb, nou. Nee, dat staat er niet bij. En dan zal ik jullie ook uitleggen waarom niet. En dat is ook de reden waarom ik het plaatje liet zien van het is dus geen medicijn. Maar voor de Europese wetgeving mag je niks in relatie tot voedingssupplementen zeggen met het genezen of verminderen of voorkomen van een ziekte. Dus wij mogen dat er niet bij zetten. Dus niet alleen wij als bedrijf, maar ook Yakult niet, of Ortica niet, of andere merken die vandaag genoemd zijn. Dat mag gewoon niet. Dus wij doen dat, wij dan als probiotica-industrie, doen dat niet om jullie te pesten, maar dat is gewoon wettelijk niet toegestaan. Dus hoe kom je daar dan wel achter? Je kan kijken of je gezondheidsprofessional, dus bijvoorbeeld je diëtist, een diëtist of verpleegkundige of je huisarts, of, nou, iemand daarin je daar een advies in kan geven. Zij weten het vaak wel. En je kan natuurlijk altijd contact opnemen met de probioticum leverancier om gewoon een vraag te stellen van god, ik heb last van en welke van de producten zou je hiervoor adviseren? Dus dat kan je natuurlijk ook doen. Ja, want het eerste lijkt me een hele goeie, want het eerste, lief Karen, laten we heel eerlijk zijn. Nee, je moet een goede, ja, vaak er zijn heel weinig die dat weten, zeker huisartsen. Net even verder kijkt, laat ik het zo zeggen. Dat is echt nodig, ja, dat klopt. Ik heb de website, heb ik erin gezet, dat is wimbiotic.nl. Nou ja, mijn ervaring is ook, jullie zijn super goed bereikbaar, ook voor overleg. Dus alle mensen die vragen hebben van ja, bijvoorbeeld over divertikels, winderigheid, wat kan ik verder doen? Nou ja, neem ook echt contact ook, met ze op en ga hierover. Nou, stel nou dat het ook echt helpt, ga in gesprek ook met je zorgverlener daarover. Want, graag, ja. Ja, ik hou enorm van een beetje eigenwijze mensen. Dus stop nooit zomaar met je medicatie, maar zoek daarnaast ook wat bij jou past. Dat brengt me op het volgende. Hebben we van tevoren niet besproken, ben ik even vergeten. Want er komt mogelijk nog een onderzoek aan waar mensen aan mee kunnen doen. Weet jij daar al iets
meer van af? Want ik weet dat dat zou eigenlijk al gestart zijn. Of... Ik denk dat je de WINC-studie bedoelt, maar denk ik. En dat gaat via zorgprofessionals ook. En daar kun je dan inderdaad aan meedoen. Maar dat loopt volgens mij via de zorgprofessionals. Ja, dus kunnen dus, mensen niet verlossen. Kun je niet zelf volgens mij voor inschrijven. Maar het kan zijn natuurlijk wel dat je een diëtist of een verpleegkundige of een ortomoleculaire arts of gewoon een huisarts die daar interesse in heeft. En met name huisartsen die wat breder kijken en die dat wel kan doen. Maar goed, ik kan altijd even een mailtje sturen om informatie te vragen. En ik hou ook een beetje van eigenwijze mensen, want het is ook wel een beetje een kwestie van proberen. Want hoe goed wij het ook onderzoeken, dat microbiome, dat heb ik al laten zien, is super complex. En ook daarvan merken wij soms wel eens dat het product dat voor 99% van de mensen het beste werkt voor diarree, voor Pietje dan net het beste werkt voor obstipatie. Ja, waarom dat zo is, daar zit toch altijd nog een stukje proberen bij. Dus ga ook goed zoeken. En daarin zou ik jullie allemaal wel willen adviseren om... Probeer een goed probioticum, voldoende lang. En probeer er, als die dan niet gelukt, geef het altijd nog een kans. Probeer dan nog een keer een ander product voldoende lang. En als je nou twee probiotica hebt geprobeerd die voldoende lang, die niet voor jouw probleem de oplossing zijn, ja, dan moet je het misschien niet in probiotica zoeken. Maar ik zou jullie wel willen adviseren om, als je zoiets hebt, om zeker eens te gaan kijken en te gaan onderzoeken of het kan bijdragen voor jezelf. Want we zien dat het voor sommige mensen echt net dat stukje extra kan zijn, zoals Tamara ook in haar voorbeeld gaf. En net dat stukje extra en dat zetje kan zijn. Laat het gerust weten als we jullie daar ook mee kunnen helpen. Nou, lijkt mij een prachtige afsluiter. Er zijn nog wat vragen open, maar ik wil ook in het kader van de tijd wil ik graag afronden. Wil je je vraag nou toch beantwoord hebben, stuur even een mailtje naar support@online-leefstijlprogramma.nl. In de chat staat hij gewoon. Dus je kan je vraag daarin sturen naar elkaar. En dan zullen wij hem gewoon nog samen bekijken. Ik heb ook even de website van het online leefstijlprogramma erbij gezet. Zoals ik al eerder zei. Als je je aanmeldt voor het online leefstijlprogramma, krijg je een van deze twee boeken erbij. Je mag zelf kiezen. En iedereen krijgt 100% geld teruggarantie. Dus ofwel je zorgverzekeraar vergoedt het. Ofwel, wij betalen de kosten terug. Maar daar krijg je nog meer informatie over. Nou, ik wil jullie ongelooflijk bedanken weer voor je tijd en aandacht naar Karen. Jij natuurlijk voor jouw fantastische verhaal. Dankjewel dat je het weer met net zoveel enthousiasme en passie bracht als de vorige keer. Ik wens iedereen een hele mooie, fijne avond. En ik hoop jullie de volgende keer te zien. Dat is uit mijn hoofd. Is dat 10 maart? Zeg ik dat heel goed? Ga ik even dubbel checken. Nee, dat zeg ik helemaal niet goed. 8 maart, dinsdag 8 maart. En dan geef ik een webinar over overgewicht. Dus waar komt dat vandaan? Wat kan je eraan doen met hele makkelijke stappen ook richting een gezond gewicht te gaan? Nou, je kunt je daar nu ook al voor inschrijven via de website. Dankjewel allemaal. Hele fijne avond naar Karen. Nogmaals ontzettend bedankt. En wij spreken elkaar vast snel weer. Dankjewel. Graag gedaan. Fijne avond allemaal.